of 20 vrijwilligers mee. En die hebben we nodig om kleine busjes te rijden. Om ergens naartoe te kunnen gaan. En rolstoelen te duwen. En een beetje met de mensen te praten. En een drankje in te schenken. En te gaan wandelen. En dat soort dingen. Gaat voor de eerste keer mee? Voor de eerste keer gaat u mee? Hebben jullie een beetje zin in? Jawel. Alleen ik ben een beetje niet in noord. Ik heb last van mijn rug. En ik ben met de overgang bezig. En een beetje druk. Moet ik een beetje aan wennen. Ja goed, daar heb je nou die vakantie voor. Ja. Maar dan zit ik over mijn katten weer te denken, weet je. Want ik heb 4 poezen. Of het wel... Ik stond me kennen. Ah, dat moet wel lukken in een weekie. Nou, we zijn wel oud, hè. Dus... Maar ja, als ze wat is, dan bellen ze op, hebben ze gezegd. Dus... En nu zit ik van, heb ik mijn gas niet aangelaten, ja of nee, maar... Dat merk ik vanzelf dan wel. Je moet nergens meer aan denken, je gaat lekker op vakantie. Ja. Ik zou zeggen, prettige vakantie. Ja. Oké, dankjewel. Wat vindt u het bijzonder aan deze reis? Ik vind die ontmoeten, die mensen die nooit gelegenheid hebben om op vakantie te gaan, daar gaat ze mee. Dat bij onze groep zit alles. Maar niet alles zeggen, maar dat toch. Alleen we hebben het een stuk makkelijker als in Baak, want we hoeven nu niet te koken. Alles wordt voor ons gedaan. Ja, lekker hoor, gelukkig wel. Ja. Gaat u voor de eerste keer mee? Nee. 4 keer geloof ik, voor de 4e keer. Ja, ik ga nog niet zo lang op je club daarom. Ja. Kijk, we gaan op de boot. Hallo! Nog een keertje. 1, 2, 3 en huppakee. Wacht even. Laatste keer. Het is gelukt. Dan ga ik naar dat puntje lopen. Moet je opletten. Wacht even hoor. Hey, ik sta. Hey, ja. Oh, wacht even. Daar gaat hij. Ziet het er een beetje elegant uit? Ja. Wel gelukkig. Want je moet niet te hard lopen. Ik heb het al warm gekregen. Ik zal even mijn nieuwe blouse laten zien. Is die sexy of niet? Ja. Ja, je bent helemaal stoer. Ja. Dankjewel. Hier, ik kan het nog veel stoerder maken. Zal ik dat doen? Ja, doe dan. Okay. Stoerder maken. Want hier. Met de motorhandschoenen van mijn opa. Nee. We gaan het zeker lukken. Opa, ook geen grote handschoenen. Hé. Hij wel goed doen, hè, stoere krap. Hup. Nog snapper. Het is gelukt. Nee, niet gelukt. Afgeruimd moet je ook. Ik heb hier 5 witte ringen. Pak 1 van de ringen. Gooi hem omhoog. En vang hem. Dank u wel. Ik kan het wat moeilijker maken. 2 ringen. Maak vooruit dan maar. Oh. Dat is leuk. 2 ringen met de ambo's. Ja, zo hoort het ook. 3. Dat is beter, ja. Ik wist wel dat je... 4. Kom mee! Beetje vloeperen. Ja, hoog. Heel hoog vloeperen. En als je naar beneden wil, pak je oren. En dan ga je zo naar beneden. Wil je omhoog? Pak je neus. Blazen. We gaan een leuk kunstje doen. En Miranda gaat nu op mijn schouder staan.
Ik weet het beter. Ik ga wel op haar schouders. Ja, ja, ja. Weet je wat? We gaan iets lager bij de grond. Gaan we op mijn tenen staan. Ja? Kom maar. Wacht even hoor. Wacht even. Ja, doe dan. Ga je? Ga je? Ja, voorzichtig. Kijk eens. Hoe voel je het? Ik vind het leuk. Ja? Ik ben nooit geweest. Sjerk, vind het leuk. Leuk, hè? Ja. Prachtig. Ja? Heel romantisch in leven. Voelt het gevaarlijk? Nee. Nee? Er zijn andere dingen wat gevaarlijk is. Wat dan? Ik ga lief zijn voor het gaan. Schitterend. Ja? Ja, ik heb echt surf genoten. Toch wel? Want... Ja, toch wel. Ik zie gewoon iedereen lekker meedoen en meegenieten. Dus, dus dat gaf je weer meer adrenaline om je act te doen? Ja, 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 dat is altijd zo. Het is toch een wisselwerking. En, het slappe draad. Hè? Dat was, slappe draad, ja. Ja. Waar, komt net? Waar komt hij vandaan? Lunteren. Uit Lunteren, dus ja. Je bent dus een thuiswedstrijd. Ja, ja. Ja. Kijk eens aan, en, doe je dat veel voor deze mensen of is het, ga je overal naartoe? Het is een kindervoorstelling. Oh, kijk eens. Dus, het is altijd voor kinderen tussen 3 en 12. Ik kan me niet voorstellen dat het voor kinderen was, want ze hebben allemaal gemeten. Ik haal het kind bij de mensen boven. U bent hier vrijwilliger? Ja, ik ben vrijwilliger hier bij de Oud-Noorden. En we zijn vandaag met een groep mensen naar Belmont gekomen. Om een gezellige week met de mensen door te brengen. En mijn taak is eigenlijk om zoveel mogelijk de mensen te helpen en te assisteren. En het zoveel mogelijk naar de zin te maken. Dat is hartstikke leuk. Dus je hebt het ook zelf ook wel erg naar je zin? Precies. Samen genieten. Uit de kunst. Het kan niet beter. Het is een 3-sterren hotel hier zo. Want het is perfect elke dag. Het wordt helemaal zo goed verzorgd dat de mensen willen niet eens naar huis. Ze zitten dan morgen op de laatste dag, moeten weer naar huis. En dan, U zou in feite een weekje eraan willen plakken? Nou, ik zelf niet hoor, want ik ben wel een beetje afgemat. Maar ik ben blij dat ik morgen naar huis ga. Het is best wel zwaar voor ons hoor. We hebben heel veel programma-onderdelen gehad en heel veel dingen meegemaakt en zijn naar heel veel plekken toe geweest. En nou, tot nu toe is het heel gezellig geweest. Ja, vanavond weer om 8 uur show beginnen. Mag ik nog niet zeggen wat voor show. Hou ik geheim. Dus, hè. Mensen willen allemaal weten. Ga je het doen? Ga je het doen? Ga je dat doen? Ik zeg, nee. Moet je het zelf... Even iets uitzoeken. Dus 8 uur ga je beginnen. Eerst lekker bak koffie en ben je opfrissen. En dan gaat het show beginnen. Een prins die dolgraag met een prinses wilde trouwen. Maar het moest wel een echte prinses zijn. Hij reisde de hele wereld rond om een prinses te vinden. En zo af en toe ontmoette hij er ook een. Alleen, hij was er nooit helemaal zeker van... Of hij was echt de prinses te doen had. En daar werd hij wel een beetje moedeloos van, maar hij gaf het niet op. En elke keer als hij een prinses tegenkwam, dan ging die te weer op waar. Hallo schat, zou je met me willen trouwen? Sorry, je praat te hard, kan ik niet. Prinses Elisabeth droop af, ze voldeed niet, ze schreef. Toen Sneeuwwitje werd geboren, stierf haar moeder, de koningin. Haar vader, de koning, was vreselijk verdrietig. Spiegel, spiegel aan de wand. Nou, is groter geworden.
En de koningin zei tegen de jager: breng ze nog eentje naar het bos. Maak haar dood. Ja, maar de jager vroeg haar: niet naar het bos. Moet je alleen maar koekje halen? Op zout, hè? Nee, eerst betalen je koekje krijgt. Het is een hele mooie, lekkere koekje. Dat beginnen niet, moet je zien, dat is helemaal uit Nederland. Moet je ruiken. Op zout. Oh, niet? Wat? 2 euro? Of 4 euro? 8 euro? Een tientje? Ja, moet kunnen. Dankjewel. Het is altijd leuk om te zien wat iedereen er weer elk jaar van maakt. En dat er nog zoveel verschil in zit. Dus. Nou, tot op heden ben ik niet ontevreden. Dat rijmde ook nog. Maar het ging goed alles. En hoe gekker en hoe verkeerder dat het zo verkeerd gaat, des te leuker is het. Ja, niet dat professionele. Dat precies. Dat, nee, het moet een beetje door elkaar gaan. Dat is het leukste. Ik vind het leuk geweest. Ja. Wat vond je het leukste item vandaag? Alles. Ja, alles. Je hebt het wel erg naar je zin, hè? En jij? Ik vind het geweldig. Geweldig. Ik ben blij dat ik hier ben. En ik vind dat ik hem... Ik kan zeggen dat hem... Deze vakantie... Daar kan niemand meer van me afpakken. Ja. Nou, ik ben niet zo... ik lul altijd, maar als ik in zo'n microfoon moet lullen, dan weet ik ook niet veel te zeggen. Goed geweest. Ja. Dan weet ik naar jij het huisje toe ja. Weer. Ja. Volgend jaar weer. Ja, maar dan ergens anders, hè. Oké. Moe maar voldaan. Ja. Heel voldaan. Ja. Lekker uitrusten. Ja. Dan ga je tegenaan. Ja, even uitrusten en dan gaan we er weer tegenaan. Ja. Goed zo. Ja. Nou, ja. Dan besluiten we dan hierbij en dan hopen we je het volgend jaar. Oké. Dankjewel.